Ja, hallo en welkom bij Boos, waar we proberen boze mensen onboos te maken. En soms gaat het heel ver, want soms, dames en heren, heb ik geen broek aan. En als je denkt, waarom filmen ze alleen Tim's trui, dan is dat omdat ik mijn broek ben vergeten. Ja, sorry. Jeroentje. En deze week zijn daar Guusje en nog een meisje wie ze namelijk niet weet. Hé, jullie zijn boos, hè? Ja. Wat willen jullie de rest van je leven doen? Leren. Oké, deze week gaan we naar dat ene bedrijf dat meestal grappig is op internet en waarbij het altijd lijkt alsof ze nooit iets fout doen. Maar tegengesteld is waar, want anders ging deze aflevering niet over. Namelijk Coolblue. En als je alle klinkers vervangt door een A, spreek je het uit als kaalbla. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, goedemorgen. Jullie zijn boos. Ja. Er is een probleem. Een beetje vervelend probleem. Met een bedrijf. Vertel. Nou, we hebben in mei een wasmachine gekregen van de vader van een huisgenootje. Ja. En die was eigenlijk al meteen kapot, hij lekte. Dus toen hebben wij binnen 30 dagen gebeld naar Coolblue en blijkbaar hadden we dan een nieuwe moeten krijgen, maar dat wisten we toen eigenlijk nog niet. Was er een hele aardige jongen wel en die wilde hem aanmelden voor reparatie, maar is verkeerd gegaan. Dus toen heeft hij hem aangemeld op iemand anders zijn naam. Zij hebben dus op de vorige wasmachine, die was ook bij Coolblue gekocht. Dat was een Bosch wasmachine, dus toen kwam er iemand van Bosch onze Haier wasmachine repareren. Dus dat kon helemaal niet, hij kon er niks mee. Nee, dus hij kwam ook binnen en het was van ja, hier kan ik niks mee. Na 5 minuten was hij ook echt weg. Ja, houdoe, toen was hij weg. En toen uiteindelijk hebben we weer gebeld. Toen is er een monteur gekomen en nu lekt hij nog steeds. Maar wat gek, want Coolblue, hun selling point is toch, Marije, jij weet dit, want jij hebt daar gewerkt. Niet waar. Ah, oké. Ik had het ook doen alsof. Ja, oké. Wat is het grote selling point van Coolblue toen jij de daar werkte? De klantenservice. De klantenservice. Ja. Ja, maar voel je je dan serieus genomen? Nee, helemaal niet. Wat een suggestieve vraag. Ja, het voelt goed. Oké, wat willen jullie nou eigenlijk? Nou, dat we serieus worden genomen. Ja, goede wasmachine. Krijgen waar we recht op hebben. Gewoon een nieuwe wasmachine. Ja. Zullen we gelijk een droger bijvragen? Ja, dat is goed. Dat is wel een leuk idee, toch? Ja. Coolblue doet dat heus wel. Ik denk het even droogt hier €300. En was ook nog dat hij lekt dus. Dus we hebben een kleedje bij de badkamer voor liggen. Nou, die is dus elke keer zeiknat. Als je daar met je sokken op gaat staan, heb je dus een natte sokken. Wat een hel. Ja, dat is ook heel kut. Dat is gewoon echt niet lekker. Ik heb een keer een kindsoldaat geïnterviewd. Die zeiden, ik vind alles helemaal kut, maar niet dit. Nee. Natte sokken. Dat is echt verschrikkelijk. Oh. Nee. Gaat het? Nee, dat gaat niet. Ja. Ja, jullie zijn een beetje het probleem van de westerse wereld. Ja. Ja. Is oké. Ben ik ook, ben jij ook? Zeker. Ja. Toch? Ja. Natte sokken. Attentie, dames en heren, vier bakkers erbij. Guusjes vader bestelde dus een wasmachine, liet hem bezorgen en aansluiten bij Guusje en haar huisgenoten. Maar eenmaal aangesloten stroomde het water alle kanten op en was de hele badkamer nat. Maar waar het bij je moeder thuis altijd een goed teken is dat ik er ben, was het nu dus niet de bedoeling. Dus Guusje meteen bellen en zeggen van ja hallo, wasmachine is kapot aan Niffo. Maar, en nu komt het, de klantenservice mevrouw zette klacht bij de vorige bewoner van het adres van Guusje. En die had al een andere wasmachine. Dus was er opeens een monteur die niks van de wasmachine begreep. Dus Guusje weer bellen en zeggen breng even een nieuwe machine, want deze is nog steeds stuk. Maar toen kwam kaalbla met, ja sorry, had je even eerder moeten bellen, wat Guusje dus had gedaan. Maar de klantenservice mevrouw had AG3 en het bij de verkeerde gezet. Nou ja, kan gebeuren hoor ik je denken, dus Coolblue monteur sturen, maar deze kon het ook niet maken. Nou, wat voor de godverdomme, ondertussen stond Guusje dus al weken met natte sokken in kaplaarzen, waardoor haar voeten helemaal verschrompeld waren. Dus nu gaan we naar Coolblue, voor een nieuwe wasmachine. En eigenlijk ook een droger. Zin in? Heb je koud? Ja. Wil je mijn jasje aan? Nee, ik ben oké. Oké. Wil je mijn trui, serieus? Nee. We hebben niet gefilmd, hè, dat ik aardig was. Coolblue staat dus bekend omdat ze klantenservice. Ja. Jij was daar ooit een marketing manager. Zeker. En de tweetjes deed jij, geloof ik, hè? Ik heb tweetjes gedaan. Jij dat was bij KLM. We dachten dus, kijk, wij gaan daar straks naar binnen. En dan weten we, hi Tim, hier heb je een nieuwe wasmachine. Dat is niet grappig. We moeten ook een beetje aantonen hoe dom het systeem eigenlijk is. Dus eerst gaan jullie de klantenservice bellen. Dan zeg je met dit ordernummer. Mijn wasmachine is stuk, ik wil een nieuwe. Ja. Waarschijnlijk zeggen ze dan, wat? Daarna ga ik bellen onder mijn naam. Met Tim Hofman van Boos. Ik wil een nieuwe. Nou, waarschijnlijk krijg ik dan gelijk een nieuwe. Dat is wel gaar dat ik hem wel krijg en jullie niet. Ja, tuurlijk. Dat vind ik wel discriminatie. Hoor. Is ook zo. Ja. Nee, dat ook te maken heeft met jullie geslacht. denk ik. Ja. Want zo is Coolblue. Ja, seksistisch. Ja. We laten hierna Youssef bellen. Ja. Je hebt geen microfoon, ik kan niet horen. Zeg maar, Joes. Dan is de telefoon niet op. Dat zou ik zeggen. Oké, is goed. Als jullie zitten te kijken bij HBS Journalistiek Utrecht. Joesef, wat een fantastisch vent. Jij belt. Ja. Je zegt je naam en dan zeg je je ordernummer. En je moet niet te veel uitleggen. Dan zeg je mijn wasmachine stuk. Ik wil een nieuwe. Ja. Er zijn nog meerdere wachtende voor je. Ik denk dat dit een goed moment is om even de moeilijkheden aangaande de islam te bespreken. Wat zijn onze kritiekpunten?
Ik bel ook alvast eventjes, anders sta ik zo fucking lang in de wachtstraat. Goed idee van jou. Hi, goedemorgen met Guusje. We hebben een nieuwe wasmachine gekocht en die is kapot, dus we willen een nieuwe. Oké, okay, sorry, ik ging een beetje snel. Je hebt een wasmachine en we gaan die stukjes. Ik ga erom eerlijk achteraan. Ik heb gekeken. Weet je wat, ik ga deze gewoon omruilen voor een nieuwe. Dan gaan we daar weer heel veel bezig. Wat ik, het enige wat ik wel zie is dat het een tweede kansverzoek is en dat ik geen andere tweede kans heb. Ik heb voor een nieuwe, voor een duurdere prijs. Wacht even, moeten wij nu 282 euro nog erbij gaan leggen? Dat wij gewoon de helft van het prijsverschil voor je vergoeden. Dat wij daar 41 euro voor ik denk toch maar even over na. Oké, daar ga ik even over nadenken. Nou, dit is echt een bizar geworden. Maar dus nu krijg je? Een nieuwe. En ik weet maar je moet bijbetalen. Nou, ik weet niet precies wat hij zei. Hij is 82 euro duurder en dan moet je de helft van die 82 euro bijbetalen. Ja, dus je moet wel bijbetalen. Godverdomme, ik ben weer opgehangen op ongeluk. Oké, maar dat gaan we niet doen. Tuurlijk ga je niet bijbetalen. Je krijgt een droger toe. Ben jij gek geworden? Goedemorgen, je spreekt met Celine van Coolblue. Waar kan ik je mee helpen? Hi, je spreekt met Tim Hofman. Nou, ik heb een wasmachine. Die wasmachine is stuk en ik wil een nieuwe. Nee, ik snap je punt. Maar ja, dit is ook wel wat er vast is gesteld en wat er af is gesproken. Ik vind het raar dat ik dan 5 maanden zit met een wasmachine die het niet doet. En dan moet ik 42 euro bijbetalen. Dat slaat natuurlijk nergens op. Ja, ik snap je punt. Dus vind ik dat jullie die 80 euro bijleggen. Ja, maar dat is niet mogelijk. Waarom niet? Huh? Oké, wat wil je dat ik dan nu doe? Want ik ga natuurlijk niet akkoord, dat begrijp je ook. Ja, er is niet heel veel anders wat je kan doen. Je levert iets wat kapot is, daarna komen de 2 monteurs die het niet regelen. Daardoor loopt het 6 vertragingen op. Daarna word ik niet teruggebeld, word ik niet teruggeappt. Zit ik vanaf september te wachten tot het weer geregeld wordt. En nu wordt mij gezegd, dan moet je bijbetalen. Ik ga niet bijbetalen, er komt een nieuwe wasmachine. Ik kan het goed, hè? Er gaat geen nieuwe wasmachine komen. Wedden van wel? Oké. Okay. Bij binnenkomst? De goede naam van Coolblue. Nee, ja. Staat op het spel. Zeker. Nou, het blijft hier zitten. 664. Coolblue, 664. We gaan met hem mee. Kom. Hi. Zijn jullie van Coolblue of niet? Oké. Okay. Ik wil een manager. Hi, ik ben Tim. Ja, hoi Tim. Hi, hallo. Wat kom je doen? Ik kom een wasmachine en een droger halen. Ophalen? Ja. Oké, heb je een afspraak? Nee, tuurlijk niet. Wil jij even iemand bellen? Ik ga even kijken. Ik ben heel erg geagiteerd. Ja, dat zie je meteen. Ja, ik ben heel... Hoezo regelen ze dit niet gewoon voor je? Hoppa, hi, hallo. Hoi. Tim. Het gaat om deze dames. Ja. Oh, we hebben een probleem. Hoi. Hoi. Hoi, Guusje. Hallo. In mei hebben we een wasmachine gekocht. Ja. En die was eigenlijk vrijwel meteen kapot. Ja. Nu is die weer kapot. Hij lekt nog steeds. Goed doen. Ja. Ja. Nou is het 5 maanden bezig met heel veel gemail en gebel. Ja. Dus we komen eigenlijk een nieuwe wasmachine halen met een droger als verrassingscadeau erbij. Oké. Ja, ik zou met liefde willen optillen. Ja. Dat kan ik in ieder geval niet. Maar komt er dan gewoon een nieuwe wasmachine? Ja. Kijk, dat durf ik even nu niet te zeggen. Ja. Ik ga ervan uit dat het geregeld wordt. Maar wil je dat dan even gaan checken, zodat dat geregeld wordt? Ja. En kijken wat Coolblue als grote verrassing nog meer voor die meiden kan doen? Ja. Wij wachten hier wel eventjes. Ja. En dan komt het wel goed. Ik wacht even op degene van de klantenservice. We zorgen in ieder geval dat je... Vandaag steeds morgen staat er in ieder geval een nieuwe wasmachine. Hey. En daar hoef je niet voor bij te betalen, want het is natuurlijk gewoon gedoe. Ik zou om het goed te maken voor Nederland, zou ik die gratis droger erbij doen. Je kan ook naar bol.com, maar je kan het ook bij Coolblue doen. Ja, nou, ja, dat kan. Oh, hi. Hallo. Hallo. Ik ben Tiff. Hallo. Hoi. Het gaat om, met wie, regel ik het verder met klantenservice? Ja. Nou, fijn. Hoe gaan we dat doen? Dankjewel. Goed gedaan, lekker gewerkt. Goed zo, Pieter. Ja, die kan trots zijn. Luister, ja. We moeten een paar dingen bespreken. 1, die wasmachine. Die komt er, dat is fijn. Ik vind het wel gek dat zij dus 5 maanden hiermee bezig moeten zijn. Dat ik net bel en dat dan gezegd wordt, 82 euro, dat geld, dat kan gewoon niet anders. Ja. Dat is blijkbaar het protocol. Ja. En dat wij dan nu kunnen zeggen, nou, dat doen we gewoon even. Dat snap ik toch wel. Ja, dat is gek. Vooral omdat jullie selling point is service. Zeker. Ik wil er helemaal niet zijn hier. Nee, dat snap ik. Ik wil gewoon ik ook niet. Met mijn vriendin in bed liggen Netflix. Snap je? Dat zou ik ook wel willen doen. Met mijn vriendin? Dat weet ik niet. Ja, ik denk het wel. Nee, je hebt hartstikke gelijk. Als het 5 maanden duurt en je hebt zo vaak contact gehad met onze klantenservice. Ja, dat is natuurlijk niet iets wat we willen. Nee. Ja. Hey, wat gaan we doen? Die wasmachine komt er? Ja. Komt er een droger, een compensatiedroger? Moet ik even overleggen? Je snapt dat ik dat niet aan je ga toezeggen. Wie heeft nou... Maar ik ga wel alleen Pieter dingen bij jullie. Nee, zeker niet.
Maar je snapt ook wel dat ik dan natuurlijk een waarde van X tegen een waarde van Y tegenover elkaar moet zetten. Het is een compensatiedroger. Ja, geloof me, maar er wordt niet vaak moeilijk over gedaan. Dus ik neem wat ik zeg, ik ga er even overleggen of het mag. En als dat zo is, dan is dat geen enkel probleem. Gaan we doen. Ja? Hebben we nog meer confetti? Lees jij hem anders voor. Ja. Moet ik hem voorlezen? Ja, het is een reliquie voor op de redactie. Vet cool dat jullie de hele dag bezig zijn met grappige gifjes posten onder klachten en ludieke comebacks verzinnen in de hoop dat jullie op de beste social media komen. Maar beter gaan jullie eerst even gewoon klanten helpen. Kunnen jullie daarom weer op Facebook laten zien hoe lollig jullie zijn? Pak voor ronde. Prachtig. Klap! Heb jij die geschreven, Jasper? Heb jij lekker gedaan, Gappie? Nou, die is voor jullie. Top, dankjewel. Veel plezier met de gifjes. Ja. Dit is ook een leuk gifje. Ik heb confetti ernaast. Het is gewoon leuk. Nee, we gaan ons sowieso als best doen. Wasmachientje, droger. Goed. Dankjewel. Yes. Helemaal fijn. Dankjewel, Tim. Zij toch? Ja. Nou, gelukt. Ja, weinig over te zeggen, toch? Nee, ja. Ja, het ging heel fijn. Ja. Vandaag of morgen een nieuwe wasmachine. Yes. Ja. Ook wel sportief van. Heel blij mee. En een droger. Zijn we nog boos? Nee. Nee, die droger, maak jij er nog even werk van. Ja, ja, ja. En jullie moeten zo nog even naar binnen gegevens doen en zo. Ja. Waren nog andere dingen die je wil zeggen? Zoek je nog date? Wil je nog, zoek je nieuwe dealer? Nieuwe dealer, ja. 06, Kan via ons, boos@bnvaro.nl. Stel je pusht ook, je hebt nieuwe klantjes nodig, dan... Jij toch? Zeker. Hoppakee, zo zijn wij dan ook alweer. Tot volgende week, boys en girls. En alles daartussenin en om me heen. Heel goed gezegd. Heel goed gezegd. Ja. Gewonnen, dames en heren. Natuurlijk, wij zijn boos. Guusje kreeg de volgende dag al een nieuwe wasmachine en een gratis droger. Want dat hadden wij bedacht. En Coolblue ging erin mee. Idioot, maar toch maar. Zeer lid, al zeg ik het zelf. Guusje heeft weer schone was en droge voeten, dus missie geslaagd. Ben je nou ook boos omdat je vloer nat is en is niet bij je moeder thuis terwijl ik wel ben? Mail dan naar boos@bnnvara.nl. Maak kans op een heerlijke dag vol avontuur, vertier, confetti, politiek geëngageerde discussies, seks en oplossingsgerichte woordvoerdersgesprekken. Yes, klinkt dat leuker dan de verjaardag van je tante? Ja, dat dacht ik wel. Abonneer op ons kanaal, boos@bnnvara.nl. Als je boos bent, heb ik al gezegd, geef niet. Tot volgende week. Dag. Hé, hey. Lekker man. Jij gaat met Nancy McCusey. Wees lief voor ze. Ik ben lief tegen iedereen hoor. Welke camera dat doe je? Inmiddels niet. Wat is je naam? Mariam. Echt? Ja. Dat is mijn vrouw? Ja. Nice. Die doet ook zo. Leuk. Ja, weet je? 13. Ben je dan ook Irakees? Nee, Armees. En wat zou je graag willen doen in Nederland als je zeg maar de toekomst mag kiezen voor jezelf? Een veiliger of politie of zo worden. Kijk, politieagent, dat heb jij. Ja. Doe het. Maar dan wil ik niet 's morgens vroeg kinderen op gaan pakken hoor. Maar dan komen ze echt gewoon zeg maar, in je huis. Dat is vandaag ook gebeurd. Ja. Het was echt erg. En ik had het ook vanmorgen gezien hoe ze op werden gepakt. Want hun wonen 2-3 kamers verder van ons. Dus dan kon je gewoon alles zien. Lieve mensen van Nederland, alsjeblieft teken de petitie. Laat je stem horen op jouw manier. Social media, ga op straat, doe iets man. Confetti, Tim. Zo. Ik schrok.